Dit is het filmpje dat plotseling opdook op het internet. Gemaakt op de kruising Laurensvliet Prinses Irenestraat in Zwijndrecht. Het 16-jarige slachtoffer zou er kneuzingen en een hersenschudding aan hebben overgehouden. Op de VMBO-school Het Loket, de school van de daders en het slachtoffer, hebben vrijwel alle leerlingen het filmpje gezien. Je ziet gewoon dat een meisje gewoon echt letterlijk in elkaar geslagen wordt door twee andere meiden. Dat was best wel erg. Het is gewoon abnormaal. Je gaat niet zomaar een meisje in elkaar slaan omdat je een beetje ruzie met haar hebt. En mensen grijpen ook gewoon niet in. Dat is gewoon echt slecht. Als je in elkaar geslagen wordt, dan zou ik wel willen dat mensen me helpen als het 1-2 is. Het is ook niet eerlijk als het 1-2 is. Ook de schooldirectie is geschrokken van de beelden. De daders worden dan ook hard aangepakt. We weten wie het zijn. We hebben ook de ouders ingelicht en we praten met de daders en slachtoffers. We doen ook actief, zijn we behulpzaam bij de aangifte. We hebben een goede relatie met de politie. En ook die worden ingelicht en die helpen om verder hier vorm aan te geven. Want kunnen die meiden dan ook een schorsing tegemoet zien of iets dergelijks? Zeker. Op dit soort dingen staat direct schorsen. Totdat we nader inzien, kijken van wat gaat er verder gebeuren. Wordt er direct geschorst voor 3 dagen. Daarna gaan we de gesprekken voeren en kijken wat de vervolgen zijn. Maar ook de makers van het filmpje komen hier niet zomaar mee weg. We zijn er al achter een aantal die het hebben opgenomen en op Facebook hebben geplaatst. En die spreken we ook aan op hun verantwoordelijkheid. Je gaat niet staan filmen, je gaat naar binnen en je gaat hulp halen. De politie laat weten dat het slachtoffer inmiddels aangifte heeft gedaan. Het onderzoek naar de mishandeling loopt nog.